Hallo kijkers en toekijkers, gewoon hier een video van TNT Run en onderwerp om over te praten. En het leek me leuk om in deze video over te gaan praten over het failliet gaan van Sporting Lokeren, want het is toch wel een grote voetbalclub in België die onlangs failliet is gegaan. En ik vind dat toch wel jammer. Zelf was ik geen fan van die voetbalclub. Maar ja, ze hadden toch wel leuke tijden. Sporting Lokeren, ze hadden de beker van België gewonnen in het verleden. Vroeger deden ze zelfs mee met play-off 1. Maar dat was wel een lange tijdje geleden. Vorig jaar zaten ze volgens mij nog op eerste klasse. Alleen toen deden ze het heel slecht. En zijn ze dan helaas gedegradeerd. Vorig jaar was hun club nou nog overgenomen, dacht ik. En na 10 maanden is het dan failliet. Toch wel jammer voor de Lokere fans, want de club had nog best veel fans. Ik ken wel best wel mensen die voor de club zijn en ja, rip. Maar onze eigen Belgische competitie zit er ook al op. Door de corona-situatie worden er geen wedstrijden meer gespeeld. En Club Brugge is kampioen en ik vind ze toch wel terecht kampioen geworden. De meeste mensen vonden mijn Chewbacca skin wel leuk. Had ik gezien in een Minecraft video. Dus bedankt. Oh ja, we zijn al begonnen. Dat is niet zo goed om in een 5 modus te zitten hier. Maar de meeste mensen vonden Chewbacca skin wel leuk. Dus bedankt voor al die lieve reacties. Die zeiden dat ik een leuke skin heb. Maar het is nog eigenlijk nog best wel opvallend hoe snel het kan gaan. Lokeren was voor een paar seizoenen geleden nog een goed draaiende club in eerste klasse. En dan in amper een jaar tijd van eerste klasse naar tweede klasse. Vraag me eigenlijk af wat er ook met een stadion gaat gebeuren. Volgens mij is dat het Teknam Stadion. Oeh, ging nog goed. Ja, want ja, nu is er geen Lokere voetbalclub, dus wat zal er met het stadion gebeuren, laat even weten in de reacties. Deze dag is het ook nog best warm, dus ik hoop dat het in de zomer niet zo heel erg warm gaat zijn als vorige zomer, want vorige zomer was het echt heel erg heet. Maar ik zit ook in de kelder, nu ik die video aan het opnemen ben. Hier is het stukken koeler en dan nog best chill. Ah, dit was het dan. Bedankt voor het kijken naar de video. En dan zie ik u terug bij een volgende video. En laat even weten in de reacties wat jullie van deze situatie vinden van de voetbalclub Lokeren. En dan tot de volgende keer. Dus doei doei.